staat een videoscheidsrechter. Robert Molenaar die schuift inmiddels ook aan. Robert, kijk maar even gelijk mee. Dit moment, je hebt hem vast al. Heb je hem al gezien trouwens? Eén keer. Ja, dat is een lelijk moment. Een heel bepalend moment. En een heel bepalend moment, ja. Wieke Rosheuvel zei van, geel had ook volstaan. Ik neem aan dat jij dat daar wel mee eens bent. Nou, ik kan me voorstellen dat de scheidsrechter hier rood voor geeft. Dus, en wellicht dat een ander dat met geel afdoet. Maar ja, dit ziet er gewoon niet goed uit. En het is ook een, hij maakt eigenlijk datgene wat hij niet goed deed rond de 16 meter. Probeert hij goed te maken. Ja, als je dingen goed probeert te maken, dan heb je meteen al de schijn tegen. Nou, en in dit geval is het dan rood. En misschien dat er van de 10 scheidsrechters de helft een gele kaart hadden volstaan. Zal de andere helft een rode kaart hebben gegeven. En, daar moet je het mee doen. Hij zat er wel dwars doorheen. Hij baalde enorm als een stek. Ben je boos op hem? Ja, ik was wel even boos op hem, ja. Ja, uiteraard, want met name op, rond het feit dat hij zijn taak niet voldoet, aan zijn taak voldoet. Rond die 16 meter waarin hij de tegenstander eigenlijk laat starten. En vervolgens moet hij erachteraan rennen, terwijl hij een voorsprong had. Dus ja, dat is heel, heel slordig. En daar, dat is vooral waar de rode kaart uit ontstaat. En dat neem ik hem absoluut kwalijk. Omdat dat ook meteen de wedstrijd op zijn kop zet. Want er was niet heel veel aan de hand. Zeker verdedigend voor jullie niet. En waren de kansen, dan waren die voor jullie. Ja, ik vind dat we steeds meer aandeel kregen in de wedstrijd. En het ontbrak misschien nog aan hele grote kansen. Maar er waren toch wel een aantal keer dat we met schoten. Diezelfde Mika Rosheuvel die forceert een redding in de korte hoek van de keeper. Dus, en zo waren er nog een aantal schoten. De een gekraakt, de ander wel op doel. Dus we kregen eigenlijk steeds meer aandeel in die wedstrijd. En dat lag er, zag er een beetje naar uit dat we echt domineerden. En ja, ook naar een overwinning toe konden voetballen. Want na die rode kaart, jullie waren even het klutje kwijt. Nou, ik voelde wel aan dat de rust wel prettig voor ons zou zijn om daar wat orde op zaken te stellen. Terwijl het eigenlijk meteen wel duidelijk was. Maar ja, je ziet een kopbal die vlak voor Ridde via de grond overgaat. Je ziet aan de zijkant dat er te makkelijk naar binnen gespeeld wordt. Ja, dat hebben we in de rust natuurlijk wel even benadrukt hoe we dat normaal gesproken doen als we met 10 man komen. Dus, en dat hebben ze de tweede helft hebben ze uitstekend gedaan. En, daar hebben we dan ook wel weer een stuk ontwikkeling in meegekregen. Maar ja, goed. Als je straks in de bus zit, dan vloek je nog wel een keer, denk ik. En dat kun je best vaak doen, want je zit al even in de bus. Waarom breng je, omdat je 1-0 achter staat, denk je, ja, je moet dat forceren. Waarom breng je dan niet bijvoorbeeld een aanvaller als Van Kamp? Vroeg ik me even af. Nou, dat is een goede vraag. Maar daar waar Dani een groot aandeel heeft in het doorkoppen van de bal en het een overtreding meekrijgen. Daar speculeren we natuurlijk de tweede helft enigszins op. Om via een spelervatting op een plek te komen waar we ook tot scoren konden komen. En daarin was Dani wel heel erg belangrijk. Dus ja, dat had niet logisch geweest om die eraf te halen. En, Je had er ook Van Kamp erbij kunnen zitten. Ja, maar je hebt wel in die verdedigende organisatie, in mijn optiek, heb je twee rijtjes van 4 nodig om de marge ook 1 te laten. Hè? Want op het moment dat je 2-0 komt, ja, dan wordt het wel heel erg moeilijk. En nou hielden we de marge op 1, ondanks het feit dat we ook nog een penalty tegenkrijgen, waarvan ik vind dat dat veel discutabeler is als de rode kaart. Maar we houden het op 1 en voor hetzelfde geld spelen we hem gelijk. Want de vrije trap van Adil en de corner die in diezelfde tijdsbestek is, ja, daar zou je zomaar uit kunnen scoren. En dan krijg je denk ik loon aan werken. Dat heb je vandaag niet gekregen en dus met 0 punten een stukje terug naar Kerkrade. Robert, dankjewel. Rob Nola, de trainer van